Een lezersvraag van Lotte van Alst. En zij vraagt: Dag Willem, weet jij hoe je in de nieuwe layout een aanbeveling moet aanvragen? In de oude layout stond er een pijltje naast je profielfoto. Maar deze zie ik niet meer. Alvast bedankt. Uh, dat klopt, Lotte. Normaal kon je vanuit je eigen profiel een aanbeveling vragen aan andere mensen. Dat is nu verplaatst. En dat ga ik even laten zien. Want je moet ze wel even weten te vinden. Ik pak hiervoor even het profiel van mijn zeer gewaardeerde collega Richard van der Blom. En als ik hier op zijn profiel zit, dan zit hier een. Ja, een vakje met drie puntjes. Als ik daarop klik, dan kan ik Richard vragen om een recommendation. Of ik kan hem aanbevelen met een recommendation. Dus die zitten op het profiel van degene van wie je het wil hebben. Dus je kunt ook niet meer in één keer heel veel mensen aanvragen. Dat is ook onzin natuurlijk. Dus ga naar het profiel van een persoon en vraag daar om een recommendation. Dus ik hoop dat hiermee je vraag beantwoord is. Nou, ja, hopen. Ik weet het wel zeker. Doei! Heb jij nou ook een vraag over LinkedIn? Stel hem op linkedinpro.nl en ik ga hem voor je beantwoorden. En vergeet niet om je even in te schrijven voor de nieuwsbrief van LinkedInPro.nl. Dankjewel.